Goeie, het is woensdag 8 maart. Dit is Bient, maar Joen on tafel. De dwarpstuun van Wiewert, Kim Wolles landelijk nijs worden. Ze hopen het al eerst Romke Lemstra. En het is de absolute hype in de Hienstervrood. Dus ze neemt de flexchair. En Harmet van der Meer leidt uit waarom. En Wilfried Bijma, hij maakt een film over een van de gevaarlijkste sporten op Ierde. Ja, kaboom, Wilfried. Ja, het is een, misschien wel het meest heftige fragment uit de film De Roeghouwers. Er is een heel soort autocrosses, Hesto bij Delwest. Geert het er altijd zo roegend, hè? Ja, nou, dit fragmentje is toevallig niet echt de sport. Het was gewoon een geintje, zeg maar, als tussendoortje. Ja, op autosloop. Op de autosloop. En de documentaire gaat echt over autocross, het stokhaar rijden. En de bangersport, maar dat leg ik zo meteen nog uit. Dat is de meest extreme vorm van de autocross. En dit die eigenlijk meer ter ontspanning? Voor hun wel, ja. Oké, nou ja, we praten aan zijn vierde. Het wie een keel en saai parkeerplak aan het begin van het dwarf Wiewert. Maar nou is dat verorden in een echte dwarf natuurtuin. En daarmee is Wiewert de Friese insturing van de landelijke finale van Kern met Pit. Een wedstrijd voor bijzondere initiatieven die de eigen buurt verbeteren. Romke Lemstra, vastzitter van het dwarfsbelang Wiewert en Britsford. Je bent een soort van twallingdwarp, hè? Ja. Ja. Is maar de komst van deze tuin de buurt support verbeteren? Ja, het wordt er een stuk mooier van. Vertel eens. Het wie eerst een keelplak. Een parkeerplak? Een parkeerplak, mooi een skatebaan. En dat was net zo bot met broek. En we hebben er... Je bent net zo volle skaters in Wiewert. Nou, vroeger wel, nou volle minder. We hebben in 2012 de buren doorgaan. We hebben de skatebaan destijds oppimpt. Dus met gravity fusion. En we hebben toen een initiatief opstart om mijn ideeën te komen van dat plak. En het eerste idee wie je van Moitje daar een mooi ontmoetingsplak van. En daarna spelen het punt dat de BN voetballen op de kwaplijn. Op plakken werd het eigenlijk net koer. Wie en ik was wat vernielingen. En hier en hier is twee. Dus het idee wie ontstien om daar een pannenkooi te maken. Maar het is dus eigenlijk net alleen een tuin. Bij alleen maar blommen en griente, wat ik me er allebei bij vaststellen kan. Maar het is echt een soort van moedingsplak voor alle mensen in het dorp. Ja, en net alleen van mensen in het dorp. Ik voor de toeristen die naar het dorp daar komen. Want we kennen vanzelf Wiewert van de mummies. Maar Azen is het de bedoeling dat we Wiewert ook kennen vanwege de tuin. Ontmoetingstuin. De ontmoetingstuin. Zullen we even zien, want we hadden deze week hebben we direct West. Graag. Hebben we dit beeld maken. Het is een keel vlakke. Ja. En de water zit er niet meer in. Niks meer in. En het wel bij het warp en wie er net. En dan is het gewoon dat er heel veel bam binnen. Meestal kom je hier even zitten. Ik fiets die hier even omwaaien, hier even aan die banken zitten. Van, Maar hier moest je net een plakje. Dat je hem bij me kon komen of zo. In Britsford, in de speeltuin. Ja, maar hier wiel het net. Ja, op het terp, denk ik. Terp, dat maar. Is, daar wie wel een bankje. Een bankje. Bij de café. Maar. Vierde net dat die band heel lekker voetballen kunnen. Rozen kunnen. Doei! Ken je de mensen wat vaak rijden hier op het dorp? Ja, we hoeven met te roepen en er zijn vrijwilligers. Om te straten, we hebben 11.000 bloembollen de grond in gestampt. Nou, dat was een festijn met kleine kindertjes, ouders, pakers, beppers. Het hele dorp was bol aan het planten. We verwachten dat straks een bloemenzee wordt. Zoals het Liedse Keukenhof. Ja, zo. Maar wat, en dan kom je met jongens wat mormekoort te roken en te douchen? Of... Roken toch wat meer, maar we even lekker gezellig zitten en een pilsje. Het is een mooie oude dorpversiering van jezelf. En hoe meer mensen kunnen komen, hoe beter. Ja. Nee, hoe je maar je oude dag net te vervelen. Ja. Dat is goed regelen. Komen er al een soort mensen hier? Er komen een heel soort mensen. Zeker met bloemballenplanten, die ik een hele mooie dag had. Wie in de volgens mij wel 100 mensen. Maar er ben echt alles erbij. Dat wie echt grandioos. Dat wie echt fantastisch hier. De bloembollen zinnen. Ja. En wie in de mensen ja, van hé, hey, wanneer stel je Rick van Sound moet je hem komen wel. Hartstikke vlak. Ja. Zo. Ja, het zien toen een blombom met de planten. Ja, uit het mooie waar een beetje trots het vanzelf. Dan werd het één prachtige blommenzee. Ja,
Ja, zeg maar, zeg maar achter die henne. Dit, zeg maar, het ongeveer dit komen. Zo'n beeld toe er ontdekken. Ja, en wanneer moet dan alles clear wezen? Nou, zeg maar, doel is om zeg maar, dit hier, zeg maar, ik de 12 fase te realiseren. We moeten nu nog een bestemmingsplanprocedure erin, want zeg maar, de hekjes om de pannenkooi heen, die zijn ook nog tot een meter heeg. We hebben bestemmingsplanprocedure bij de gemeente erin. Maar wat is dan die tweede fase? Wat komt er dan al in nog? Nou, de tweede fase is dat er dus wat hegere doelen achterkomen, mooi een basketbal object. Dus dan kan de basketbal worden, kan voetbal worden en de kan volleybal worden. Oké. Okay. En dat rint dus al je mooi in dat project, dat landelijke project van Kern met Pit. Want ja, dan, Jim bent steeds maar de insturing van heel Friesland. Hè? Want Jim kwam in Friesland als beste project naar voren daar. En volgens mij kunnen we daar nog op stemmen, toch? Want wanneer is die finale dooi, tak een wieken? 28 maart dan is de presentatie en 23 maart rint de stemronde al. Oké. Okay. Dus een oproep aan iedereen om, om een stem uit te brengen op deze dooi van de provinciale statenverkiezing. Ja, want er zit ook een link trouwens op de Facebookpagina van Bient. Meesten die toch stemmen willen, de kinderen dat even dan via de Facebookpagina. En had je hem dan winnen, wat dan? Nou ja, dan winnen we de eerste prijs, daar gaan we vanuit. Ja, natuurlijk. Dan krijgen we het heeg inzetten. Dan krijgen we 3000 euro. En maar die 3000 euro willen we dan nog in die, op dat plak in ieder geval nog iets dwan. Dus je hem dat bedrag weer investeren? Dat zetten we weer in de tuin. In de Bordendorpen. Ja. Oké, okay, nou een heel soort succes erbij. Stemmen kind dus nog, on 23 maart. En op 28 maart, dan weten we of de viewer dus in die de Kern met Pit prijs woon het. Had je hem trouwens al stemmen, jongens, voor de Provinciale Steden? Nee, ik maak nog. Dat maakt nog. Ja. Gelijk naar dit programma, in de auto en dan eerst stemmen? Bijna, eerst even kaatsles Jan en dan ging ik voort. Eerst kaatsles Jan? Eerst kaatsles. Oké. Okay. Nee, want Azen schrik ik eventjes met het provinciehoes voor de laatste stoon van zaken. Hoe het er al hier ontdekt. Ik pak hem er even bij. Ja, ja. Deze kruk. Ja, ja. Dit is op dit stuit heel en dal hot in de Hinstervrood. De flexchair. En Harmut van der Meerdouwen is een van de weinigen van Friesland eigenlijk die het erkend fysiotherapeut is en die hiermee werkt. Ja, want die flexchair, waarom is die nou echt zo belangrijk en zo populair? Laten we daar maar beginnen. Nou ja, hij komt uit de fysiotherapie. Hij is ontwikkeld door een firma. En die firma, dat is een man die fysiotherapeut is. Ja. En traint eigenlijk heel erg goed. Mensen met rechtklachten en balansproblemen, maar ook met neurologische problemen. En een van mijn collega's uit het netwerk, die kwam als fysiotherapeut, manueel therapeut in aanraking met de stoel. Ja. En die dacht van, hey, maar dit is een heel mooi concept om mensen, vooral ruiters, duidelijk te maken hoe hun werking van hun bekken en hun rug is. Het eigenlijk een beetje gelijk is om het zitten op een hinder. Want het is heel erg belangrijk dat je goed recht zit op een hinder. Als je net goed ziet op een hinder, dan kun je eigenlijk nooit een geweldige Amazone wijzen. Nou, dat wel, ja. Want, oh, dat wel. Jawel, ik wil meestal mijn beperking ken ik heel goed hinder rijden. Ja. Maar het is wel, als je aan het bewegen bent, dan juist eigenlijk de informatie terug van die eigen bewegingen. Eigenlijk terug aan de onwasstof van het hinder vregest. En vooral in de dressuur, maar ik in het springen, maar eigenlijk elke tak van hinder sport. Dan is het belangrijk, als je zo is, mooi in eigen lief, dat je eigenlijk een reactie krijgt wat het hinder ik doet. Dus als je aan de ene kant meer spanning hebt dan aan de andere kant in die lief, dan jouwt het in een reflectie eigenlijk om het hinder te. Dat viel het hinder? Dat viel het hinder, die reageert erop. Oké. Okay. Ja. Nou, we hadden deze week hebben we eventjes bij die West, hè, om te zien hoe het dat dan gaat, maar die flexchair. En want wat is de Rutte die twee aan joggen, wat is haar probleem? Karen, dus de Rutte, die riet Z2 met haar hinder. En Karen, die heeft wat problemen met haar linker bekkenhelft. We trokken de bewegingen met het hinder. Aan de linkerkant wat moeilijker gaan, de oefeningen wat moeilijker gaan dan aan de rechterkant. En daar help ik aan mij. Oké, okay, dat probleem is nou opgelost. Nou, we binnen nog heel hard met het werk, maar ze is wel een heel stuk bewuster worden. Oké, okay. Ja. Nou, we kunnen even zien hoe het dan werkt bij die flexchair dus. Oké. Okay. Goedemiddag Karin, welkom. Hey, hoi. Ja, je weet mijn probleem. Ik heb een probleem met het links omdraaien van mijn paard, dus... Nou, gaan we het even zien, mooi de flexchair, gaan we zitten. Net als jij dat in, mooi zoals even bij als mooi in bekken van links naar rechts kist, van A naar B. Dan zorg ik even hoe die regen eigenlijk daar mooi beweegt. Bij die kousen mooi te ontspannen. Net te feel dat die zitbeenknobbeltje aan de linkerkant iets meer naar beneden keert. Moest even wachten op deze kant. Feel nou eens even dat die bekken nog een beetje naar beneden keert. Dat die heupen iepen niet. Dus goed contact heeft op beide zitbeenknobbels. Meer druk op de linkerkant heeft. Die schouder vielen dat er boven het zitbeenknobbel bloot. Ietsje meer strekken. Mooi de linkerkant weer loslitten. Kom op deze kant van het hinder te zitten. Zowest hindergist. Loslitten. Mooi gaan. Ontspan op die bekken. Goed. Oké, Karen. Moest even hier komen.
Dan ga je even een halt houden, dan zit ik die nog even helpen. Prima. Braaf. Goed zo. Hing eens nog een beetje in die boeging te vol op de boetenkant. Maar als probeer je altijd lukt contact te houden, dat is een spier lang wordt. Die hak een beetje naar beneden. En continu op die binnenkant druk houden hier op het zitbeenknobbeltje. Ja. Oké, probeer je maar. Ja, keurig. Nou, netjes, Ka. Ja, dat wie je dus, Karin. We zeggen dat het haar helpt met je goed zitten op een hinder. Hè? Dan heeft ze maar herhoring op het hinder. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van de flexchair? Nou, de flexchair die kun je eigenlijk op twee plakken bewegen. Dat is de staaf, is met de poot van de stoel. Ja. Die kun je helemaal rondom draaien. Maar de zitting kun ik aan alle kanten mooi draaien. Ik dus pak hem er ja, pak hem er maar bij. Zet ik zet hem op tafel. En dan show ze maar bij de regie hoe ze dat doggen. Ja? Maar dit kind zal je draaien? Ja, dat kind is draaien. Maar hij kan dus ik zien hele geheel driedimensionaal kind er eigenlijk alle kanten uit. Ja. En dat kind de poort kind dat ik dwan. Dus die kind eigenlijk helemaal eigenlijk als een lepel in een pan mooi snert kind in draaien. Ja, oké. Okay, ja. Nou, en daarbij aan de voorkant zit er een sensor. En die sensor die registreert eigenlijk de beweging die is door makkelijkst op die kruk. En die sensor die speelt eigenlijk naar de computer. Ja. En op de computer kun je het dan registreren, dus visuele ondersteuning. Oké, en we zeggen dus, kijk bij Karin. En, en bijvoorbeeld bij echte toppers, hè? Ja. Bijvoorbeeld een Ankie van Grunsven of een Edward Gaal. Werken die ook nog al in de flexje? Nou, daar heb ik net informatie. Ik heb zelf wel maar in topruiter ik werken. En, waar wie dat? Adelinde Cornelissen, ja. Even heel kwad, zeg maar. En die moest even de vertaalslag maken, zeg maar, van wat die kruk koe. En wij zijn vanuit het netwerk wel bezig om te promoten dat ik de topruiter is gewoon. Daar natuurlijk ik mooi working in, zou ik maar zeggen. Ja, maar dit is echt helemaal ut, hè? Ja, dit het is op het moment helemaal hot. En ik ben zelf een therapeut en ik vind altijd wel dat... Dat is wel verstaan, maar van zaken moest hebben. Ik natuurlijk van de werking van de reg. En een soort krukken die wilde ik gewoon op mijn nezenstel zetten. En dat is ik heel goed. Want hoe meer als oefen, hoe beter als het. Ik heb elk facet. Maar wat een rute problemen heeft, dus inderdaad mooi klachten, ik, of mooi een hernia, of nek- of schouderprobleem, is het wel belangrijk dat ze verstand is brengen van: dit is net goed om nou heel intensief te trainen of te oefenen. En dat oplossen kist. Dus mooi. Fysiotherapeutische of oefentherapeutische handelingen. Ja, en dan weer met help van deze chair. Ja, onder andere. Oké, okay. Jongens, we moeten eventjes naar het preventiehoes. Want de spanning rint er behoorlijk op. Want nog goed, treien oeren en dan sluiten de stembureaus. En heb je zijn eigen politiek verslagjouwer Andries Bakker, die we staan gewoon wat zenuwachtig. Andries, wat is nou voor jou eigenlijk het meest spannende van deze provinciale verkiezings? Nou, het meest nieuwsgierige is voor zelfs waar wordt de grootste partij van Friesland. Is dat het CDA of wordt het toch weer de Partij van de Arbeid? De Partij van de Arbeid is het nou, rom, 12 zitten. Of 11 zitten, zijn er 8 van de CDA. Maar CDA die schijnt in de prognoses toch weer op een wei weer om te wijzen. En het wordt een nek-aan-nek race. Ik al is deputaire Jan en Witske de Vries van de Partij van de Arbeid. Wel hoopvol dat de Partij van de Arbeid, liek als oren, het in Friesland beter dwars zal als in de rest van Nederland. Maar Sjoggers in je eigen glazen bol, wat denk je toch het CDA dan toch als de grote winnaar? Nou, dat is wel te verwachten die zin dat als er een mindere opkomst is, dan staan de christendemocraten er altijd bekend om dat ze een trouwe stemmerschare hebben. Dus de meesten die het CDA stemmen, die komen ik altijd opdagen. Nou ja, provinciale statenverkiezingen zijn natuurlijk wat minder populair dan de tweede kamerverkiezings. Dus en ze binnen op een waai waarom. Ik al, omdat een heel soort meesten natuurlijk thuis landelijk stemmen. En we hebben al een mooi krijgen dat het kabinet van Partij van de Arbeid en VVD, dat stiert er net zo goed voor in de peilings. En meesken die kennen dik bruken deze provinciale statenverkiezing als een oude rekening van dat kabinet. Ja, Joen dus op de radio en op televisie te zien. Dat is Joen de hele Joen op het provinciehoes om de verkiezingen dus te volgen. Wat voor programma keer we krijgen verwacht je? Ja, wij beginnen om 9 uur al op radio. Dan komt om 9 uur de televisie erbij. Dus dat is dan radio op televisie. En we denken dat we tot een uur of 1 terug in zullen op televisie en radio. Sowieso het hele programma. En we hopen natuurlijk dat er dan de uitslagen al binnen. Maar dat bloot altijd onzeker. Want hoe vlug
kennen de gemeenten afzonderlijk de stemmen tellen. En we hebben zelf ook nog het wetenschapverkiezingsverhaal erbij. Dus die matten, ik stemt worden, of telt worden de stemmen. Dus het wordt een beetje een avontuur, Arjen. Ja, sterker nog, het wordt het nachtwerk een heel soort succes daar, collega Andries Bakker vanuit het provincie Hoers in Ljouwert. Zou het mogelijk op mijn koor knallen? Dat is de kick van het bengenracen. Een sport die net zonder gevaar is. Zij is te zien in de film Roeghouwers, die takomstnooi in première gaat. Regisseur Wilfried Bijma volgens ze wordt een jaar lang een groep van fanatieke autocrossers. Ja, Wilfried, heb ik vrij lang op de sportredactie werken hier van Omroep Friesland. Ja. Maar op mijn koor knallen, wat voor sport is dat nou weer? Ja, het is de bengenracen, de meest extreme vorm van de autocross. Dus het gaat erom dat je harde knallen maakt. Dus er zijn mensen die racen alleen maar, dus wie komt dat eerst aan? Maar er zijn ook mensen die willen gewoon een mooie knal maken. Oké, okay, dus, en daar kun je dan mee winnen? Daar kun je mee winnen. Degene die eerst aankomt, die wint. Of diegene die de hardste knal maakt, die wint. Of iemand die een hele mooie oude auto bijvoorbeeld in de prak rijdt, die wint een prijs omdat hij een hele mooie auto... Oké, nou het is voor mij wat een onbekend fenomeen, excuus daarvoor. Maar er zijn dus ook weer verschillende gradaties bij die bangers. Ja, klopt. Ja, want je hebt dus mensen die dus gewoon op en koop knallen willen, die kun je daarmee winnen. Klopt. En dan heb je weer de jongens die daar wat tussen trog manoeuvreren en die als eerste over de eindstreek komen en die winnen echt een prijs. Klopt. Ja, en dan heb je ook nog weer een vorm bij waar het niet veroorloofd is om echt als een auto stilstaat, hè, dat je daarop in mag rijden. Dus je hebt ook nog weer een degradatie, dat is dan de bengenstoks. En dan mogen ze eigenlijk alleen maar elkaar de baan uitduwen. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Het shot er ongeveer saai uit, let even zien. Ja, allemachtig. Is dat voor jullie, jongens? Ja, dan komen ze weer bij mij, maar de nekken. Ja, dan komen ze weer bij mij. Ja. Ik is wel heel mooi versieren, ja, dus. Ja, denk ik, ja. Ja. Hey, maar van die film is dus Fiefje eigenlijk meest kunnen volgen. Fiefje liet ze portretjes maken. Ja. Maar hoe bist u überhaupt in deze verrotte lonenkamer? Ja, nou, ik maak vaker documentaires. Dus ik probeer altijd iets te vinden wat ik interessant vind. Sowieso heb ik iets met autoracen en autosport. En ik zag op snelweg wel eens van die grote trucks rijden, met name stockcar. Zie je vaak grote vrachtwagens rijden. Of je zag een auto met een trailer, met een crossauto erop. Dus ik dacht altijd van, ja, ik ken het niet en ik wil er toch wel eens wat meer van weten. Ja. En ook met name de mensen erachter, hè? Wie doen dat? En toevallig, ik zat op een feestje en dan raakte ik aan de praat met een stockcar monteur. En die vertelde meer over zijn hobby en de sport. En die zei, ga een keer mee naar Emmen. Dat is een baan waar ze en bengen racen en stockcar rijden. En dan ben ik er mee gegaan en dacht van ja, dit is wel heel leuk om hier iets mee te doen. Ja, maar dat is een hele speciale baan toch in Emmen? Die is opzettend toch Friesen? Ja, het zijn allemaal Friesen die daar zeg maar die baan hebben. Dus de baancommissaris, de patat, alles wat daar... iedereen die daar werkt zijn bijna eigenlijk alleen maar Friesen. Een soort enclave. En er rijden ook heel veel mensen uit Friesland gaan eens in de maand gaan ze naar Emmen te rijden. Ja. Ja, want je hebt dus autocross, je hebt dus stockcar races en het bengen. Nou ja, dat zijn dus drie hele verschillende facetten eigenlijk, hè, van de autocross. Ja. Maar benamme die bengers, zo neem ik ze dan maar eventjes, kicken die nou echt op gevaar? Ja, misschien wel een beetje. Hè. Ze willen je ziet dat er wat gebeurt met hunzelf. Ze vinden het wel mooi om een mooie harde klap te maken. Daar kijken ze op. Hè. Hoe harder de klap is, hoe mooier het is. Ja. Daar kijken ze op. Maar ze kijken niet op het gewond worden, zeg maar. Nee, gelukkig net. Maar even nog een peer, omdat het kind, even nog even nog een peer klappen. Het gaat helemaal klap, ja. En het lijf zo hard mogelijk. Zo hard mogelijk, ja. Ik ga wel eens klappen jongen en klappen kregen, daar ga ik beroerd van weer. Ja, dat is dat jaar erbij, hè. Als je hem op damming hebt, maar... Deur gesteken op kosten, dan maakt de hoge auto een beetje, hè, de eigen een beetje in de bocht houden. Van naar deze dingen, deze dingen. Ik heb eigenlijk net van Berda komen, hè? Ze steken van planken, bontenblauw.
Strimping van de gordels in de nekken. Ja, heerlijk gevoel dat het is. Een heerlijk gevoel. Wil ik met mijn leven spelen wie moet leven? Nee. Nee, wanneer speelt met je leven? He? Wie staat in die ouders? Nee, dat ze keurd binnen. Die ouders zijn gewoon echt streng keurd, ja? Oké, geen ouders. Ik heb nooit de bedoeling om zitten te doen. Ah, joh, nee, joh, dat maakt niet uit, joh. Ben ik erin, hè? Ja, en dan gelijk naar de klap weer even de spiegel even goed zetten. Ja, want er kan nog een auto achteraan komen. Ja, ja, ja. Dus goed in de gaten houden. Ja, ben deze meisken, wat vind je? Ben deze meisken gek? Nou, ik weet het net. Botsen van volwassenen liep het me juist. Ja. Oh, ja, dat is ja. Het wel, toch? Ja, is in hobby toch? Maar wat is nou een harde knal? Wat is nou wat te verstaan? Een harde knal is, als een auto bijvoorbeeld stilstaat, en ze bijvoorbeeld met 50 of 80 km per uur de auto erin knallen. Dat is een harde knal. Dat is een harde knal. Ja. Maar want gewoon meisjes zullen zeggen, deze meisjes ben gek. Hesto nou, want een jaar lang hesto ze volgen. Ja. Hesto meer begrip van ze kregen? Ja, ook vooral de kameraadschap eromheen. Maar goed, toen ik voor de eerste keer zag, dacht ik ook van dat ga ik niet doen. Dat denk ik nog steeds. Ja, heb je het zelf net bezocht? Nee, dat ga ik niet. Nee. Ik heb wel gezien, hè, de veiligheid. Ze lassen een goede beveiliging in. Een kooi, zeg maar, constructie. Alle gevaarlijke metaaldelen worden eruit gehaald. Hij wordt gekeurd, hè, de auto. Dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren. Dus op zich zitten ze heel goed. Maar nu ik dat allemaal gezien heb, snap ik dat meer. Ja. De veiligheid eromheen. Maar is het ook voor mij misschien als regisseur wel lastig? Want er zit een soort van scheidslijn. Hè? Want er was natuurlijk spectaculaire dingen, was Jean Litte, ik van die film. En natuurlijk was dat filmje. Alleen aan de oren kant, ja, het moet echt net misgaan vanzelfs. Je wil het echt net verheerlijk je. Nee, klopt. Ja, ik film iets wat al gebeurd is. Dus het is gewoon een documentaire. Dus ik leg het vast. Ja, dus ik maak het niet mooier of minder mooi dan het is. En dat gebeurt al. Hè? Dus het is eigenlijk een soort net, het is registratie wat ik doe. Dus ik probeer het niet te verheerlijken, maar te laten zien hoe het daar gaat. Ja, precies. Ja. En snijden, dan gaat hij in première, hè? Klopt, ja. In Tivoli, in de bioscoop. In de bioscoop. Ja, het lijkt me als maker heel mooi om een keer op het grote scherm dat te zien. En vooral met auto's, hè. Lijkt me dat. Er zitten heel veel GoPro-beelden in, dus en met die audio erbij, dus je denkt dat je zelf erbij bent. Ja, GoPro-beelden, dan binnen deze cameraatjes in de cabine, zeg maar. Okay. Ja, maar de documentaire gaat dus ook echt over het stockcarrijden. We zijn meegeweest naar Engeland, de World Final, met een coureur. We zijn op heel veel autocrossen geweest in Friesland. Dus, binnen nog kaartjes eigenlijk, of is hij al helemaal groot vol, die zeil? Ja, er zijn twee zalen zeg maar uitverkocht. Zo. Dat is heel mooi. En proberen een derde zaal erbij. Ja. Omdat toch iedereen erheen kan gaan. En dan, zit het project erop voor jou, Aas. Ja. Ja. Dat wie natuurlijk hartstikke druk voor jou als regisseur. Daar heb ik nog zelf de kaartjes onder me ombracht. Ja, ik heb crowdfunding gedaan. Hè. Dus mensen konden van tevoren een kaartje kopen of een dvd bestellen. Dus ik ben echt een jaar behoorlijk mee bezig geweest. En daarna afgelopen is er een feestje met de Hoenekop. Die spelen ook in de film. Ja. Groot aandeel ook. Heel veel clips zitten erin in de film. Dan gaan zij nog optreden en dan... Ik wil lekker een biertje pakken. Daar heb ik dan wel zin in. Dat kan je niet vaststellen. Jongens, een heel soort willen erbij vanzelf. Tige danken, jongens, van je komst. Ons Zafir, morgen dan is het trouwens Jim Bient. Want dan is het een slotdebat. Maar de winnaars en ik de verliezers vanzelf van de provinciale verkiezingen. Maar geen paniek, Vreed is de weg gewoon een Bientsport. Waar weet Anton, hoe dan ik nog een hele gezellige jong. Dag. Tonsi, 9 maart weten we hoe het Friesland stemt het. Waar zijn de grote winnaars van de provinciale verkiezingen? Waar krijgt het de komende 4 jaar van het seizoen in de politiek? Waar zit hier in provinciale steer? Ja, en waar zitten assesseren in deputaire steer? Een extra programma voor de uitslag van de provinciale verkiezingen. Tonsi, direct na je hoort.